Jeroen Samuel, we mogen je feliciteren met een Nederlandse titel. Hoe is de vorm? Ja, de vorm is wel goed. Ik heb het helaas, ik vind het gewoon met de tijd heb ik het niet kunnen laten zien, maar het was wel koud. En daar had iedereen last van. Dus de vorm zit nog steeds wel goed. Kwalificaties zijn al binnen natuurlijk, hè? De 100 en de 200 meter. Heb je het idee dat je dit jaar een stap kunt maken? Ja, ik heb zeker het idee. Ik ben een stuk sterker en mijn tijden zijn een stuk constanter. Dus het schommelt niet heel erg veel. Dus ik heb wel het idee dat ik een flinke stap kan maken, ja. Heb je goed kunnen focussen op de finale? Wat gedoe rondom de disqualificatie van Daphne Schippers natuurlijk. Hoe heb jij je verder voorbereid op die finale? Nou ja, ik heb op een NK geniet ik gewoon. Iedereen is weer bij elkaar, dus dat vind ik superleuk. En ik vond het heel jammer dat zij niet mee mocht doen. Ik vond het wel gewoon vervelend. Want ik vind het altijd leuk om tegen Daphne te lopen en het is altijd leuk als ze meedoet. Maar het is wel, zo gaat het nou eenmaal helaas. En ik heb me gewoon goed kunnen focussen, want het hoort erbij. Je gaat natuurlijk nu nog een aantal wedstrijden uitkiezen om de vorm nog even extra aan te scherpen. Lausanne had ik begrepen. Ja, klopt. Ja, volgens mij doen we daar estafetten en ik heb als goed zijn 200 meter. Dus kijken naar de laatste stapjes naar Berlijn. Wat ga je nog iets extra's doen, iets bijzonders nog? Ik ga gewoon elke wedstrijd proberen te lopen alsof het een groot toernooi is en de belangrijkste wedstrijd. En alleen zo kan ik beter worden en me klaarstomen voor het echte werk. Dus ga ik dat doen. Vergeleken met EK in Amsterdam, wat kan er nu beter? Ik kan heel veel beter. EK Amsterdam was ik eigenlijk geblesseerd. Ik had achillespeesblessure en vorm was op zich wel goed. Alleen door training missen en zo was het toch niet optimaal. Ik had daar wel goed gelopen. En het was in Amsterdam, het is mijn stad. Dus dat geeft dat extra meer dat het allemaal eigenlijk best goed is gegaan. En nu hoop ik gewoon pijnvrij aan de start te gaan. En ik heb wel vertrouwen in dat dat ook weer een hele mooie wedstrijd wordt. Alles is goed verder? Ja, zeker. Ja, goed, ja. Start ging goed volgens mij vanavond. Start ging goed, hè? Ik heb nog niet met mijn coach gesproken, maar ik vond hem best wel snel. Maar het middenstuk kan gewoon beter. Mijn begin en mijn eind waren heel erg goed van wat ik zelf heb gevoeld. En mijn middenstuk was wat minder. Maar ik ga nog met mijn coach bespreken. Maar ik heb gewonnen, dus ja. Waar ligt je voorkeur? Volgens mij nog altijd de 100, toch? Ik hou van de 100, want ik ben een sprinter, dus ik hou niet van heel veel doen en lange dingen. Dus... Nee, maar in vergelijking met de 200, de 100 heb je toch het liefst? Nou, ik ben eigenlijk beter dan de 200. Dus ik doe de 100 wel het liefst, omdat ik, wat ik al zei, ben best lui. Dus, maar 200 meter, het gevoel is gewoon heel anders. Dus ik denk dat toch, dan moet ik toch zeggen dat mijn voorkeur uitgaat naar 200. Wat is dat dan? Ja, het is gewoon het gevoel van dat je een soort van de bocht uit wordt geschoten. En dat als er iets fout gaat, dat je toch nog iets eraan kan doen. Omdat het is twee keer zo lang. Dus ook het gevoel dat wie de langste adem heeft richting het einde. Dus dat vind ik gewoon heel mooi aan 200. Is de finale een zekerheidje, Berlijn? Ik wil zeggen, er kan van alles gebeuren. Maar zoals ik me nu voel en hoe ik erover denk, denk ik dat ik wel zeker naar de finale kan gaan, ja. En dan iets heel moois? Zeker iets heel moois, ja. Van een podium? Dat wil ik wel heel graag. Ik was in Amsterdam vierde. Dus het zit er wel in. Goed zo. Nou, veel succes richting Berlijn. Dank u wel, dank u wel.